En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex Steenrechten. Het is woensdag vandaag en de week is weer doormidden. Ik ga vanavond een paar filmpjes opnemen samen met Joost. Wat ik ga filmen, dat hou ik nog als verrassing. Dat krijgen jullie later te zien. Ik wacht ook een week met uploaden, zodat jullie eerst dit filmpje zien. En dan pas hetgene wat ik dus met Joost opgenomen heb. Ik ga zo de camera even alvast onder stroom zetten, want de batterij is niet echt vol meer. Dus ik ga even de batterij even alvast opladen voor vanavond. Dan heb ik in ieder geval genoeg batterijen voor vanavond om te filmen. Nou, het is woensdag dus. De week is doormidden gelukkig weer. Nog 2 dagjes en dan is het weer weekend. Ik ben nog steeds heel enthousiast met mijn shirtje. Ik heb hem vandaag even aangehad. Beetje schaamteloze zelfpromotie natuurlijk. Van iedereen laten zien. En ik ga het zo een lekkere hapje eten. Ik ga het even uitrusten. Even achter de computer. Ik moet nog de vlog van gisteren even in elkaar zetten. Die jullie gisteren gezien hebben. En dan ga ik dat nog even doen. En dan ga ik om 6 uur een hapje eten. En om 7 uur staat Joost hier voor de deur. Dus ik ga het even opschieten. En dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo. Tadaa. Tadaa. Achter de schermen. Achter de schermen. Auw, godverdomme, ik breek mijn poot. Ja, maar dan moeten we eigenlijk 2 stoelen hebben. Eigenlijk kan je beter hier zitten dan. Wacht eens, weet je wat we doen? Kunnen we niet gewoon die tafel ervoor zetten? Ja, dat kan ook. Ja, dat is beter. Ja, maar we moeten toch allebei erop? Ja, anders... Dan kunnen we beter, hè? Kan ik even die... halen we die spullen er even af. En dan kunnen we voor mij beter die tafel, weet je wel. Dan kunnen we er allebei aan zitten en zo. En dan... Ja, dat is leuk alleen al aan. Ja, was een ideetje. Ja, nou, we zijn inmiddels, jullie denken, wat de fuck gebeurt hier allemaal? We zijn backstage. Kijk eens. Oh, wacht even, wat voor een rory. Ja, dribbles. Wacht even, kunnen we beter eerst even, wacht even, ja. Ja, eerst even die stoel weghalen. Wacht even, we halen eerst even die stoel weg, ja. Ratadam, tadadam, ratadadam, ratadadam. Tadam, 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 tadam. Vogelhoekdansje. Eigenlijk moet deze stoel ook op zouden niet terug. Deze stoel staat echt fucking in de weg. Wacht even, jongens, ik leg jullie even neer. Wacht, ik zet je even in de banaan. Ik zet je even in de banaan. Kijk, zo. Eigenlijk moet deze stoel weg. Maar mooi buiten. Ja, ik zou hier ook buiten zitten. Kan het hier? Ja, dat kan wel hier. Nee, dat kan ook niet, want het staat er niet meer in de weg. Wacht even. Hoi! Dan ga je. Zeg, ja, er moet alleen niemand naar binnen komen, maar... Ja, maar er moet niemand binnen komen. Ik zet hem gewoon eens op, kijk. Kun je van nou wel in de wc lezen? Ik denk dat het wel bij de wc weg. Omdat het dan... Nou jongens, ik neem jullie even een kijkje achter de schermen bij... bij de opnames. Raakje! Zo. Krijg kussens weg. Dat is toch maar alleen maar voor de kat. Kijk, maar nou heb je echt een soort creatie van een soort stoeltje, weet je wel. Dat je kan zitten. Alleen moet je even kijken hoe dat dan met het licht weer. Ja. Kijken of dat het licht. Maar dit kunnen we echt. Dit is echt prachtig zo. We kijken. Dit is echt. Hoppa. Dat is netjes zo. Zie je? 2 stoeltjes. Kijk. Dan heb je toch een beetje blik van zo. Hoppa. Professioneel hè.
Nou, dat vind ik wel netjes zo, ja. Ben ik wel mee eens. Ja, toch? Niet dan. Hé, hey, ga eens weg, koekenbakker. Nou. Zo. Koekenbakker. Maar ja, dan zat hier achterlijke scherm er ook op. Ik denk dat ik beter even mijn computer even uit kan zetten. Ik zet mijn computer even uit, hé. Moet ik alleen even weer de boel even weer op de plek terugzetten, maar voor de rest, voor mij staat het zo wel netjes. Kijken. Even kijken. Wow. Ja, echt wel. Ja, die bankstel, hè? Ja. Ik weet niet of dat bankstel dit blemmert het dat? Die kussen zou nog wel. Je zit wel te tafel. Als ik die ene kussen weg doet, zie je het dan beter. Kijk, weet je wat, misschien. Even kijken, wat zie je die. Kijk. Nou, is het toch goed zo? Ja. Nee, ik dacht dat dat ding hoger was. Je moet hem iets zien. Naar achteren. Ja, eigenlijk, dan moet je even die. Nee, moet je aan de onderkant doen. Ja, aan de onderkant, ja. Kom maar, ja. Dan kun je hem even een klein stukje naar achteren zetten. Nou, jongens, een stukje backstage. We zijn dus een opname aan het maken. Voor wat? Zeg ik lekker niet, want ik doe lekker de camera uit, dadelijk. Dat mogen jullie niet zien. Maar, dit is dus een opname van. Een nieuw filmpje wat ik dus samen met Joost maak. En ik ben reuze benieuwd. Het ziet er in ieder geval heel professioneel uit. Er licht, camera. Dit wordt de praattafel waar we dus dadelijk aan gaan zitten. En dat wordt echt heel professioneel, jongens. Bokito, ga eens weg daar. Au. Ik stoot. Zo, nou. Ik ga de camera even uitzetten en dan ben ik dadelijk weer bij jullie terug. Alsjeblieft. Nou. Oh, dan moet die uit zeker. Daar heb ik geen last van. Ja, die wel misschien. Zo. Ja. Nou. Ja. We beginnen. Welkom bij deze challenge. We gaan de 7 seconden challenge doen. En dat wil zeggen dat we in 7 seconden 5 verschillende dingen moeten opnoemen van iets. Het kan bijvoorbeeld 5 dierengeluiden zijn, 5 verschillende vervoertuigen. Voor zulke soort dingen. We gaan eerst maar, weet je wat we doen? Ik weet het goed gemaakt. We gaan eerst kijken wie het hoogste gooit. We hebben de telefoongebruik gebruiken we als dobbelstenen. Ik gooi 8. En jij gooit 7. Dan mag ik beginnen. Ja. Dan mag jij nog een beetje. Nee, dan moet je. Dan moet ik gooien. Ja. Oh, dan moet jij die. Ja, dan moet jij die hebben. We hebben dus. We hebben dus 12, want een dobbelsteen, 2 dobbelstenen hebben we 12. Het is in totaal 12, dus we hebben 12 verschillende dingen. Ik heb hier opgeschreven, bij nummer 1 zijn het 5 YouTubers. Bij 2, 5 dierengeluiden. Bij 3, 5 biermerken. Zo. Mijn naam is Joost en ik zeg proost. Zo, en de opnames zitten erop. Nou, als het goed is, hebben jullie de challenge al kunnen zien. Want dit is natuurlijk een week later opgenomen. Zoals ik al elke keer, elke dag zeg ik het bijna. Alles wordt een week later opgenomen. Dus jullie hebben de challenge al gezien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij in ieder geval wel. We hebben nog een hele leuke, vette challenge die we gaan doen. Zeker te weten. Maar wat dat is, dat gaan we lekker nog niet zeggen. Dat komt over een paar weken wel of zo. Of een maand, weet ik veel wat. We zien wel wanneer we tijd hebben. En dus dat
dat was het. Dat was in ieder geval de opname. Hè, ik ben wel weer even blij. Ik zat wel even in de stress. Van de opname zelf, maar van... Jeetje, dat je alles binnen 7 seconden snel moet draaien. Daar word je echt helemaal moe van. En ja. Dus, maar we hebben toch binnenkort weer een leuke. En wat het gaat worden, zeggen we niet. Maar dat komt helemaal goed. Wat vond jij ervan, Joost? Vaker doen, die opnames? Ja, vaker doen. Ja, hè? Het was wel ontzettend gaaf om te doen. Het was wel even... In ieder geval, één keer per maand lijkt me wel leuk. Ja, één keer per maand is wel leuk, ja. Ja, je moet ook niet te veel achter elkaar doen. Nee. Dus we hebben ook niet altijd, altijd de tijd ervoor. We hebben ook niet altijd de tijd ervoor. Dus dan is één keer in de maand eigenlijk wel voldoende eigenlijk. Zo, hè? Nou, ik ga nog eventjes lekker even een beetje bijkomen hier van de challenge. En dan spreek ik jullie dadelijk weer. De groetjes. Hey, jij ook hier? Haha. Zo, en Joost gaat er weer vandoor. Ja, morgen weer. Morgen weer aan de arbeid. Aan de arbeid. Dus de groetjes. Ik zie je wel weer. We gaan even afsluiten. Nou jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal en abonneer op Gewoon Joost. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog hier op It's All Tracks. En ik zou zeggen, skabadi, skabadoo, skabadabadoo.